Yo, Nintendo fans! We hoeven nog maar 9 sterren in Mario Galaxy. Hehe, eindelijk. Oh, waarom ben je altijd zo zuur, Piet? Doe even een duimpje omhoog en abonneer als je Piet ook een zure plant vindt. Anyways, wij gaan weer een nieuwe leveltje spelen. En ik kan deze nieuwe galaxy openen. En dit is de Matter Splatter Galaxy. De galaxies beginnen moeilijker te worden. De sterren worden moeilijker om te pakken. Maar eigenlijk is dat ook wel leuk. We moeten opletten waar we staan in dit level. Dit zijn meestal niet mijn beste levels. Okay dan. Wow, superveel Kamex. Okay, hoe gaan we dit doen? Wat moeten wij doen? Die Kamex die zijn flink aan het toveren hier, blijkbaar. Ik denk dat wij gewoon kunnen lopen. Overal? Nope. Nope. Piet krijgt echt van mij een zuurstok voor zijn verjaardag. Ik weet toch niet hoe dit werkt, joh. Oké, hier kan ik sowieso opstaan. Deze verschuift. Daar kan ik ook op blijven. Die verschuiven zijn op zich niet zo moeilijk. Oké, dit gaat ook wel. Okay. Nice. Gewoon een beetje snel doorlopen. Dan komt het allemaal goed. Dit ziet er wel iets moeilijker uit. Kijk, hier moet je... Oh, wow, oké. Dit ging prima. Dit ging nog steeds best wel prima. Oh, snap. Oké, kunnen we hier blijven staan? Of moet ik hier mee? Ik moet hier mee met het level. Ik moet hier heel erg mee met het level. Oké. En nu? Ik moet terug. Ja, ik moet terug. Ik moet zeker terug. En dan moet ik daar omhoog, denk ik. En dan moet ik denk ik snel doen. Niet te snel alleen. Oh, kom op. Ja, nice. Oké. En door. Oh, Kamek is er ook. En door. Naar die buis. Lekker Mario. Dit is een leuk level tot nu toe. Het is lastig, maar niet te lastig. Oh nee. Krijgen we weer springveer Mario? Oh nee. Niet met springveer Mario. Dat gaat letterlijk altijd fout bij mij. Ik moet naar boven? Oké. Hopelijk ben ik er nu voor één keer wel goed in. Hier kunnen we recht omhoog. Gelukkig hoeven we niet, zeg maar, ook echt in het vak te blijven. We kunnen er ook boven komen met springveer Mario. Eens even kijken. Nu moeten we hier naartoe. Ja? Oh, dat haalde ik net, jongen. Echt net. Oké, Mario, let's go. Je doet het goed tot nu toe. Hou dit vol, zou ik zeggen. Nu kunnen we hier naar boven. Yes. En dan moeten we, denk ik, nu gewoon hier naar boven. En dan... richting de overkant springen? Ja? Ja? Oh, nice. Oh, dit ging best wel soepel. Even kijken of we nu via links of rechts moeten. Dat weet ik nog niet. Waar moeten we? Oh, we moeten via het midden. Niet via links, niet via rechts, maar via het midden. Juist! Dit gaat best wel redelijk met springveer Mario. Ik ben tot nu toe nog niet echt ontevreden. We moeten alleen wel blijven focussen nu. Ik moet nu echt keihard naar links of rechts. Oké, links... hebben we gekozen. Even blijven bouncen. En omhoog. En dan moeten we nu... Oh, dit wordt een ding. Deze jump moeten we even goed doen. Oh, wacht. Nee. Niet op het laatst fout gaan. Go. Ja. Daarboven was nog een buis trouwens. Oh, en daar worden we ook ingeschoten. Gelukkig. Dit deel van het level hebben we ook gehaald. Nice. Dan krijgen we nu weer zo'n stukje waarin we heel erg moeten opletten, denk ik. Oké. Wat gaat hier gebeuren? Moet ik hier rechtdoor lopen? Ik kan hier rechtdoor lopen. Ik had ook de pad van de muntjes kunnen kiezen. Heb ik niet gedaan. Ik kies nu dus niet de goede weg. Ja, dit... Oh, maar we konden gewoon daar alsnog door. Ik werd daar echt flink geprankt gewoon, jongen. Hou je mond. Oké. Zie je? Piet luistert wel. Piet moet wel luisteren. Oké, we gaan nu via deze kant. We gaan nu via de muntjeskant. Dit ging net goed. Als het goed is, kunnen we hier dus jumpen. Juist. Oké. En zal ik gewoon naar voren jumpen? Oké, ik kan nog een keer naar voren jumpen. Nice. Ik kan gewoon nog een keer naar voren jumpen. Ik kan gewoon letterlijk helemaal door het midden, joh. Serieus? Oké. Uppie erbij. Nice. 10 levens. We hebben levens zat. Oh, ik wou Kamek kapot maken. Kom op, maak hem kapot. En die... Ah, nee, die andere ook. Nu heb ik wel echt een muntje nodig. Want als ik nu één keer geraakt word door één random Kamek, dan ben ik dood. Dus ik denk dat ik toch even hier naar links ga. Ik durf de long jump niet te maken. Nu moet ik wel de long jump maken. Oh. Dit was zo'n satisfying jump. Oké, go. En go. En go. We zijn bijna bij de ster, jongens. Links of rechts? Gaan we links? We gaan links. Oké, negeer Kamek. Gewoon de ster pakken. Ja!
Dit ging best wel goed. Leuk level weer, jongens. Ik denk dat we de laatste video's echt wel de leukste levels van allemaal aan het maken zijn. Want dit zijn echt coole levels. En nu nog 8 sterren. Ja, nog 8 sterren totdat we naar Peach kunnen. En we hebben weer een nieuwe galaxy ontdekt, hoor. En dat is deze. Die kunnen we openen met 52 sterren. En dit is de Melty Molten Galaxy. Oeh, van die lava planeetjes, dat vind ik meestal wel lastig. Maar we gaan er gewoon naartoe. De Sinking Lava Spire. Hé, hey, dit ziet er best wel vet uit. Dit ziet eruit als een heel vet level. We moeten gewoon de berg beklimmen en that's it. Klinkt heel makkelijk, maar dit zal ongetwijfeld niet zo makkelijk gaan. Ik zie overal lava uit de grond komen. In principe kunnen we dat redelijk negeren, denk ik. En we kunnen gewoon langs deze dingen lopen, want deze zijn niet super snel. Die gasten ontploffen en... Ja, oké, dit gaat allemaal wel. Oké. We gaan even hier naartoe. We gaan deze starbits eventjes overal vandaan nakken. Dan maken we even straks een long jumpy zo over het lava. Woehoe! Dan liggen daar allemaal starbits. Wat ligt hier nog meer? Niet zoveel eigenlijk. Let's go. 2 muntjes hier. Oh, we moeten wel doorlopen, want al die platformpjes die zakken in de lava. Hoppa. Ik voel me goed vandaag, jongens. Ik voel me goed. Het gaat lekker. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. Hier moet ik even iets klein beetje rustig aan doen. Want ik denk dat we via deze muur en deze muur hierop moeten juist pounden. En dan is het nu zaak dat ik tempo maak, blijkbaar. Ja, dat kan ik wel. Ik kan heel goed tempo maken. Daar is de ster, maar ik denk dat hier misschien nog iets anders zit. Sowieso zie ik hier 2 muntjes. En 1 van jullie zei in de YouTube comments. En laat reacties achter als je sowieso tips hebt voor mij. En doe een blauw duimpje omhoog en abonneer als je dit nou hele vette video's vindt. Maar 1 van jullie zei dat ik heel veel muntjes en starbits moest oppakken. Want dat was nodig. Dat was handig. Gaan we de vulkaan in? Nee, we gaan de vulkaan gelukkig niet in. Ik kan hier lekker veel starbits verzamelen. Oeh, nice. Volgende ster. Volgende planeet. Ah, en jij wil mijn starbits hebben, hè? 80 starbits heeft hij nodig. Ah, ik heb er 67. Ik heb er niet genoeg voor je, jongen. Dus als we er 80 hebben, dan kunnen we de volgende keer iets met deze Luma doen. Maar voor nu moeten we toch even door gewoon in dit level op deze manier. Oh, en we moeten even, denk ik, een klein beetje voorzichtig doen. Oh. Dat is niet de definitie van voorzichtig, Rick. Ik denk dat dit niet meer goed gaat komen. Ik denk dat we doodgaan. Tenzij ik dit muntje hier kan pakken. Ah, ik was echt genaaid. Ik heb nu wel bijna 80 starbits. Oké, poging 2. We moeten dit even iets rustiger doen. Trouwens, als je gewoon die knop heel hard indrukt, dan ga je niet verder. Oh, dat wist ik niet. Ik deed altijd vet moeilijk. Ik liet mezelf altijd zweven. Maar als je gewoon keihard die A-knop indrukt en die ingedrukt houdt, dan gebeurt er niks. Dan ga je gewoon rechtstreeks hier naar deze. En dan blijf je daar ook hangen. Kijk, top. Super. Oh joh. Ik zit altijd heel erg moeilijk te doen met dit soort levels. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Het is eigenlijk heel simpel. Je hoeft jezelf niet te laten zweven. Oké, anyways. We hebben dit stukje ook weer gehaald. Oeh, volgende ster. Hoppa. Dit is echt super cool gedaan. Kijk Mario gaan. Kijk hem zweven, jongen. Door alle galaxies heen. Heel vet gedaan. En nu door naar deze ster. Oh, ik moet wel even niet zomaar in de lava lopen. Ik zat even niet goed op te letten, jongens. Ik liep even gewoon heel random in de lava. Zo van, oh, ik kan wel tegen lava, joh. Geen probleem. Oh, en dit is ook niet helemaal volgens plan. Oké. Dit is nummer 3. Kan ik hier naartoe jumpen? Oh, snap. Ik heb al mijn super ster verkloot gewoon. Dit is jammer, hè? Dit is jammer. Oké. Nummertje 3. Hier is nummertje 4. Kan ik die gewoon zo chill pakken? Die kan ik gewoon zo chill pakken. En door op deze lava planeet. Hoppakee, long jumpy. En dan deze ster in. En oké. Is dit nog een boss battle? Nee, ik denk dat ik hier gewoon naar boven moet klimmen. Althans, dat hoop ik. Laten we het hopen, want een boss battle... Oh. Oké. En door. Oké, dit gaat... Oh, nee. Hier hebben we ook maar een bepaalde tijd voor, want alles stort in elkaar. Wat vet. Dit is zo vet. Dit is echt weer een supercool leveltje. We moeten dit dus toch soort van snel doen. Dus ik ga gewoon niet al deze starbits oppakken. Want als ik al die starbits op ga pakken, dan kost het allemaal veel te veel tijd. We gaan gewoon keihard rennen. En springen. En door. En door. En verder door. Oh, nu even wachten. Ja.
Waarom zitten hier allemaal rollycollies, jongen? Ga weg met je rollycolly. Oké, bounce. En bounce. En nog een keer? Of moet ik... Oké, één keer bouncen was genoeg, jongens. Kom op, Mario. Kom op, tempootje. Ja, oké, en door. We hebben geen tijd voor vraagtekenblokken. We hebben helemaal nergens tijd voor. We moeten gewoon doorrennen. Want het lava, dat komt er al aardig aan. We hebben ook geen tijd voor het uppie. We moeten gewoon door. We moeten gewoon door, Mario. We hebben nergens tijd voor. Oh, kom op, 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 kom op. Ja, ja, we zijn er. Ah, ik werd nog geraakt. Maar we hebben de ster. Oké dan. Super vet level ook weer. Echt, de levels worden gewoon toffer en toffer. Jongens, ik heb zin in nog zo'n lava level. Door de storm van meteoren moeten we nu gaan in dit nieuwe level. Oh my gosh, het regent gehaktballen. Oh nee. Wat? Kijk die platformpies. Die staan helemaal onder de lava. Hoe gaan we dit doen? Ik weet het nog niet. Kijk die gehaktballen allemaal en overal. Oké, maar het is een kwestie van heel goed op de schaduwen letten. Zorgen dat je niet in de schaduwen gaat staan. En dan zal dit denk ik allemaal wel een beetje goed moeten komen. En door. Top. Oké, deze moet in vuur en vlam komen te staan, denk ik. Is er ergens een vuurbloem? Ik heb een vuurbloem nodig. Oh, of ik heb jullie nodig. Heb ik die enemies nodig? Ja, ik denk dat ik die enemies nodig heb. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Ja, top. Top. En nu even hier naartoe. Ja, kom maar. Nice. Kom maar. Juist. Bedankt, man. Super bedankt voor je hulp. Oh, dat waardeer ik heel erg. Oké, dit waardeer ik iets minder. Hij maakt me gelijk nog even kapot. Go! Oké. Dit is kwestie van een rondje lopen. En een kwestie van proberen de gehaktballen te ontwijken. Go, Mario. Oh, uppie. Nice. Woe. Oh, dit zijn echt spannende levels. Oh, wacht even. Wacht even. Dit ging bijna niet goed. Dit moeten we even met een aanloopje doen. En dan door. Ja, nice. Nice. Pas op voor de gehaktballen, Rick. Oh, ontwijk de gehaktballen. Nice. En jump and go. Oké dan. Door de meteorenstorm. Door de gehaktballenstorm gaan we. Lekker. En op naar het volgende stukje. Wat mogen we hier allemaal gaan doen? We mogen in ieder geval even deze pakken. Want die zijn altijd heel erg welkom. Oh, we moeten hier weer puzzelstukjes gaan zoeken. Dit is 1. Dan daarachter is nummer 2. Oh, pas op. Lekker. Net ontweken, jongen, die gehaktbal. Hier is nummertje 3. Top. Dan gaan we op zoek naar nummertje 4. Waar is nummertje 4? Die moet hier ergens zijn. Oh, dit is een muntje. Die is niet hier. Pak die muntjes anders maar. Auw. Oké, dit is heel erg jammer. Ik denk dat er eentje hierin zit. Kijk, inderdaad. En waar is die laatste dan? Zijn we er langs gelopen, langs die laatste? Is die laatste in het begin? Nee. Oké, die zit hier rechts. Ja, ik zie hem al. Oké, deze springende lava droepies, die moet ik even ontwijken. Hoppakee. Nummertje 5. Lekker, dan ga ik nog even dat muntje pakken. Die kan ik nu goed gebruiken namelijk. Top, dan springen we hier naartoe en dan springen we hier ook overheen. En dan zijn we er alweer. Nice. Lekker. Oké, ontwijk die dingen. Ja, die ontwijken we blijkbaar automatisch. En nu? Oké, ik denk dat we hier voor een gigantische ontploffing moeten gaan zorgen of zo. Voor de rest zou ik het ook nog niet weten. In ieder geval al die lava-vriendelijke vriendjes ja, ontwijken. En dat lukt dan weer precies niet natuurlijk. Potverdorie. Oké, en door. Waar zijn we naar op zoek in dit leveltje? Ik moet denk ik in ieder geval naar deze kant... Ja, oké. Ja, 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 ja. We moeten Billy meenemen. Billy, kom maar. Go, 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 go. Oké, dit gaan we een aantal keer moeten doen, denk ik. Want het is niet makkelijk om ze in één keer overal langs te krijgen. Billy, poging 2. Let's go. Ronde 2. Je mag even lekker hier naartoe. Nou ja, al die vijanden gaan wel kapot, dus dat maakt niet uit. Het duurt alleen wat langer. Let's go. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kom je mee, Billy? Kom je mee? Kunnen we door deze heen? Ja, en dan gaan we door deze heen. Ja, en dan mag je hier bovenop. Lekker! Oké, dit ging toch nog vrij snel. Ik ben tevreden. Kijk, Mario, gaan dan. Mop. En wat is dit? Kan ik die ster gewoon... Wat? Oké. Oh, ik moet op die ster lopen. Oh, nee. Dit is Billboard. Nice. Juist, ja. We moeten hier dus opspringen. En dan moet... Oh. Holy crap. Dit ging echt veel te snel. Ik had even mijn controle moeten kalibreren. Gewoon even rustig, 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 Mario. Ja, oké, je wil blijkbaar... Blijf dan snel gaan! Dan moet je wel snel blijven gaan! Nou ja, op zich maakt het niet uit. Als we elke keer dat uppie pakken, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Oké, go. Uppie pakken en door... Of niet uppie pakken.
Oké. Ja. Lekker. Nice. Tempo dan. Ja, dan gaan we gewoon snel. Springen. Springen. En springen. Ja! Oh, dit ging best wel soepel. Zag hoe snel we dit deden. Super lekker hoor. Oh, ik ging echt als een malle. Gewoon moep. Lijkt wel Max Verstappen, jongen. En hoppakee, dit sterretje hebben we ook weer binnen. Lekker, man. Leuk level weer. Nog 6 sterren te gaan. Oké, laten we ook nog even dat derde lava level meepakken. Ik heb het naar mijn zin met deze lava levels. Ben benieuwd of hier een baas uitkomt. Fiery Dino Piranha. Oh, we krijgen weer een Dino Piranha plant. Maar dan staat hij in de fik of zo? Oh, snap. Ja, kijk dit vuurei. Moltres komt hier gewoon uit straks, jongens. Maar dan in dinosaurusvorm. Slaat nergens op. I know. Maar, ja... Soms slaan mijn gedachten ook nergens op. Oké, we moeten opnieuw de berg gaan beklimmen. Dat was de vorige keer niet een al te groot probleem. Dus ik hoop dat dat nu ook niet zo'n probleem is. Jumpy. En, oh, dit is wel lastig, denk ik. Ah, oké, het valt mee, Hierboven zit iets. Wat zit hierboven? Oh, een uppie. Lekker. Hoppa. Oké, we gaan nu denk ik maar gewoon... Oh, we moeten wel blijven springen. Deze kant op en dan weer springen. Ja, oké. Dan ga ik op deze en... Oeh, hier naartoe en door. Oké, dit ging aardig soepeltjes. Moeten we even uitkijken voor deze stoom nu. Maar dat kan gewoon. We kunnen gewoon hierop springen en door. Of niet. Dan maar een achterwaartse salto, denk ik. En nu wel door. Ja, nice. En dan hoppakee richting die buis. Top. Oké. Dino Piranha, ik kom eraan, jongen. Oké, moeten we op deze planeet dan weer allemaal dingetjes gaan verzamelen? Volgens mij niet. Volgens mij kan ik gewoon door. Moet ik doorlopen naar het achterste deel van deze planeet? Of moet ik deze enemies allemaal verslaan? Dat zou het niet zijn, toch? Denk ik. Misschien toch wel. Misschien is dat toch wel de bedoeling. Ik ga gewoon eens even al die enemies verslaan. Dan gaan we kijken wat er gebeurt. Hoppakee. Dit was dus toch de bedoeling, inderdaad. Muntje erbij. En door. Hoppakee. Oké, waar gaan we nu naartoe? Dit is een of andere... wat is het eigenlijk? Wat is het? We moeten nu weer tempo maken. En dat gaat wel vrij aardig op zich. Op zich, redelijk. Enigszins. En door. Lekker. Nice. Ik kom eraan, hoor. Ik kom eraan, Dino Vuur Piranha plant. Oké, dit wordt een lastig puzzeltje, denk ik. We moeten namelijk op deze platformpie springen. En dan moeten we al deze stukjes gaan zien te pakken. En doorlopen. Ja, dan kan ik bij het eerste stukje, denk ik, hier. Ja, top. Dan moet ik eigenlijk nu... Ah, jammer. Dat tweede stukje heb ik niet kunnen pakken. Ah, gaat wel goed komen. Oh, er zit nog zo'n stukje boven, joh. Oké, hier nog een stukje beneden. Zo, ik word hier echt vet draaierig van. Oké, we hebben het vierde stukje ook te pakken. Als dat dan nu een beetje mee zit, dan kan ik misschien straks even daar zo die paddenstoel gaan pakken. Ik denk dat ik die wel kan gebruiken straks tegen de dinosaurus battle. Ja. Go, go, go. Nice. Oké, super. Moet ik alleen niet te ver vallen? Dan moeten we weer hierop springen. Ja. En dan richting het vijfde stukje. Even aanloopje nemen en door. Yes. En het vijfde stukje pakken. Nice. En dan moeten we weer terug waar we net begonnen. Ik denk dat ik dit net niet red. Nee, helaas. Misschien nu wel? Ja, kijk, nu wel. Nu komt het wel uit. Nu kan ik gewoon hierop. En dan hoppakee. Door. Lekker. We zijn nog steeds niet bij het dinosaurus-ei, jongens. Potverdorie. Hop, hop. En go. Nice. En go. Yes. Haha, super cool gedaan dit weer. Dit is zo leuk. Het level design in deze game is zo goed. Echt ongelooflijk. Nou kan ik bij hem een uppie kopen, maar hey, ik vind het allemaal dikke prima. Ik heb namelijk ook de super paddenstoel al. En daar gaan we. Daar gaan we. Hoppa. Hij is boos. Hij is wakker. Oh, het is Charmander. Charmander. Oké, hoe moeten we dit doen? Oh, ik denk dat we gewoon zijn staart... Ja, we moeten zijn staart pakken, maar niet als die in de fik staat. Nu dus. Lekker. Hoppakee. Oh, deze is zo vet. Ik wil hier een knuffel van. Deze vind ik echt super dope. Hij wordt helemaal gek. Oeh, bijna. Hadden we hem al. De timing is... Moeten we even zien te vinden. Ik denk... Oh, shit. Hij draait zich opeens om. Nee. Niet omdraaien. Ik wil niet dat je je omdraait. Nu hebben we hem, Nee, we hebben hem weer niet. Nu dan. Ja, nu wel. Lekker. Bob. Nummertje 2. Oké, hij wordt lijp. Wat gaat hij allemaal doen? Oh, Mario. Ja, ik ben geraakt. Ik wil even een muntje pakken. Top.
Blijf rennen. Hij is sneller. En ik kan niet wegkomen van hem. Ik moet achter hem komen nu. Kan ik op deze manier weg... Oeh! Hoe is hij zo snel? Heel naar dit. Hij is veel te snel. Oké, ik ben nu achter hem. Hij laat wel een spoor van vuur achter zich. Oh, dit is serieus heel moeilijk. Dit is echt... Ja, nee, hij heeft me weer gezien. En dan kan ik niet wegkomen. Dit is zo naar. Ik kan niet wegrennen van hem. Ik denk dat hij mij gaat slopen. Ik denk het wel. Oh, zo close. Oh, dat laatste stukje. Dat is niet te doen. Oké, nu ga ik wel een mushroom bij hem kopen natuurlijk. Want die heb ik echt nodig. Eet maar lekker hoor. Hoppakee. Kom maar op met die mushroom. Ah, dat is zo naar. Dat je gewoon niet van hem weg kan rennen, joh. Waarom is dat? Hij is sneller dan ik. En met mijn long jump ben ik ook niet snel genoeg. En dat spoor van vuur wat hij achterlaat. Dat maakt het ook wel moeilijk hoor. Ja, we gaan hem pakken. Nummer 1. Hoppa. Nice. Moet ik schuin wegspringen? Nee, dit werkt ook gewoon niet, joh. Ik kan gewoon niet wegkomen. Moet ik starbits op hem schieten? Waarom is dit zo? Dit is zo naar. Oké, de tweede keer ga ik hem nu wel raken, denk ik. Ja, oké. Ren weg, Mario. Ren gelijk weg. Misschien met springen. Ook niet, hè? Nee, met springen kon ik ook niet weg. Oh, dit is niet te doen, joh. Dit is niet te doen. Hij komt weer achter me aanrennen. Hoe dan? Ik weet oprecht niet hoe. Oké, ik heb een plan. In plaats van dat we rechtdoor wegrennen van hem... misschien moeten we schuin wegrennen van hem. Dat hij dan blind gewoon rechtdoor rent... en dat hij langs ons heen rent. Dat lukt dus blijkbaar niet. We kunnen niet gewoon even rechtdoor rennen... want dan haalt hij ons in. Bam! Oké, daar gaan we. Dit was het makkelijke deel. Kijk, nu komt hij op ons af... en dan misschien... kijk, zo. Oh, ja. Ah, kijk, ja, nice. En dan gaat zijn staart ook gelijk bijna uit. Dus in theorie zou je hem misschien gelijk kunnen raken. Dit werkt beter. Ik voel hier nu al meer bij. Maar alleen nu wordt hij helemaal lauw, hè. Nu wordt hij para. Maar we gaan het gewoon proberen. Kijk, zo. En dan... Oeh, ja, zie je? Dit kon gewoon bijna in één keer. Lekker. Nice. Oké, schuin weg. Oh, jammer dat we door die vuurbal werden geraakt nu. Dit wordt nu lastig. Kijk, nu is het wel... Nu moeten we hem eigenlijk om ons af laten rennen. Kijk, ja, top. En dan dat we dan... Zo? Ja? Oh, bijna. Oké, nu komen we er niet meer bij, want hij is te snel. We moeten hem op ons af laten rennen en dan gaan we zo naast hem lopen. En dan... Oeh, dan moet je dus proberen om hem te raken. Dit werkt. Dit werkt eigenlijk best wel goed. Oh, steeds een millimetertje hebben we hem niet. Ah! Oké, kom maar. Oké, dit gaat hem worden. Dit gaat hem worden misschien. Oké, dit gaat hem niet worden. nice. En... Ja! Lekker! Hoppakee! Oké, was dit hem? Hebben we hem? We hebben hem, hè? Hij is kapot! We hebben het gedaan! Lekker! Dino Piranha, de vuurvariant, de Charmander variant is genakt. Wow! Dit was een lekkere boss battle. Niet bepaald een makkelijke, jongens, maar wel een hele leuke. Ja, dus dat is wel een goede tip. Als iets niet werkt op een bepaalde manier, dan moet je dus gewoon echt een andere manier zoeken die misschien wel werkt. En je ziet het, nog 5 sterren te gaan. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal voor meer Mario Galaxy video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Niet vergeten te abonneren. Mazzel!